Limburgs, vermoelen het de ganse dag. En vandaag ben ik op pad naar Colla Bemelmans en Jo Wiertz, die mij gaat meer gaan vertellen hoe het Limburgs in elkaar steekt. Ik wil eens weten, hoe komt dat Limburgs vandaan en waarom gaat dat dialect in zoveel verschillende talen? Ja, Colla. Even een fijn kaart voor ons. En nu kunt u me eens precies vertellen van wie dat Limburgs ontstangen is en hoe er de grenzen hebben van de verschillende dialecten. Ja. Want daar had je me verteld van door Notlop zo'n lijn en zo. Hè. Nu wil ik het nog eens precies weten. Goed. Hier vanuit Kullen, daar lopen lijnen. Taallijnen, is hoe gelossen zijn dat. Ja. En de oren vroeger waren dat koningen. En dat was natuurlijk handig als jullie ongeveer hetzelfde kouden in dat vorstendommetje. Dus ja. Dat was het. En nu kun je hier lop in over Kerkra, zo'n kromelijn. Dat is de Benraterlinie. En dat is dus een gans apart stuk. Een tweede lijn, dat loopt hier langs de Maas op. En gaat via Panningen daaruit. Die eerste, ja. Pet. Ja, die, ja, dat zeggen we dus hier niet. Ja. We zeggen Peert en die zeggen Peert. Peert is een erzoe. Ja. En maken en magen, ja. Zeggen ze daar. Ja, ja. Dat is het verschil. Deze hier, dat is het verschil tussen de sch en de s. Aan deze kant zeggen ze een s. Ja. Steen. Steffen Zwiertje. Ja. En aan die kant zeggen ze een sch. Ja. Vush. Ja. En zo gaat het allemaal. Dat klopt, ja. Dat is de Panninger Zielin. Ja. En dan kun je hier naar de lijn. Die is de zogenaamde betoningslijn. Aan deze kant zeggen ze ik. En aan die kant zeggen ze ik. En zo vanaf Hasselt ongeveer. Ah ja, maar de eerste I is dan duidelijker. Hè? Dus ja. Aan deze kant is het meer een IE, hè? Dus een I-klank. Hè? En daar, ja, meer een E-klank. Hè? Dat is, ja, ja. En want okay. Die Venlo en zo. Hier tussen Venlo en Telen, daar loopt de lijn. Als de sterren de boven stralen, zingt tegen Marij. Want ja, die komen, ja, van Telen. Maar in Venlo zeggen ze, als de sterren de boven stralen. De lijn loopt... En dat is een paar kilometer? Drie paar kilometer. Oh ja, ja. En ja, ja, dus. In het afrookste lijn, dat zijn misschien wel 50 van die lijnen. Hier in het... Wie loopt daar dan? Daar loopt... Helder, klein, nut. Over het spoor. Ongeveer bij Voorsje. Ja. Spoor naar Voorsje. Ja. Aan de kant van het spoor zeggen ze der. Der hond. Der man. Aan deze kant van het spoor, dus hier in het, ja, zeggen ze de hond, de man. Dus daar loopt zo'n isoglos, zo'n taallijn. Aan de kant zeggen ze der. Aan deze kant zeggen ze de. Ja. Want als vier der de vuur hebben, dan moet je vuur geleerd hebben. Ja, dat klopt. Der man. Maar zijn die verschillen dan tussen die taallijnen zo groot dat ze direct kunt zeggen van, daar zit aan die kant of de is afkomstig van die kant. Hè? Ik merk dat met mijn familie uit Schammert en zo. Hè? Als ik door met een aanraking kom en ik huur bijvoorbeeld het woord twee, hè, dan zeggen die twee. Ja. Hè? Dus dan denk ik al direct, oh, dat kan verschammerd. Dus, maar is het aan deze kant ook zo? Want dat is me eigenlijk nooit opgevallen. Dus, want in Voorsje heb ik ook familie wonen. Ja. En daar heb ik dat nooit zo gehoord.
Nee, tussen Summert en het Schwab. En ja. Ja. Dan zijn die. Dus dat is een. Op een kilometer afstand, 2 kilometer. Ja. Ja. En er lopen misschien wel 50 van die taallijnen hier door Limburg. En welke lopen dan specifiek door, zeg maar, door het hele gebied die belangrijk zijn, waardoor ze zeggen van, nou, dat is geen Limburgs meer en dat is ja. Wel naar Limburgs. Aan dus deze kant van... Dus dat, aan de Belgische kant, ja. Dus, deze lijn. Ja. Daar kunnen ze, dus Hasselt kunnen ze nog Limburgs zijn. Ja. En de ganse Kempen kunnen ze Limburgs. En aan die kant zit het. Dat zijn de Pruisen dus. En daarboven ook, die zit het ook goed. Ja, ja. En dit dan? Dit stuk, hè? Dus, het Klevelands noemen ze dat. Het Klevelands. Ja. Dus van Kleven. Ja. Van Kleven. Kijk, eigenlijk, zoals dit hier, van boven tot onder, die verstond zich allemaal heel goed. Maar aan de kant van de lijn en aan deze kant, dat is lastiger. Maar hier, vier verstond hij van Romein. Of van ja. Zijn eigen plat is. Ja, ja. Ja. Ja, dat zijn een beetje allerlei. En vooral hier bij deze lijn, en dat is het verschil met Limburgs, dat is de betoningslijn. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld als ik een moer uit de gracht pak, een wortel, ja. Ja. Dan zeg ik van dat is een moer. Ja. Met een muur. Is dat een moer? Nee, dat is een moer. Moer, oh ja, dat is klemt er niet. Ja. Een moer. Een moer. Moer en een moer. Ja. Ja, ja, klopt, inderdaad. En een arm, 2 arm. Ja. Een been, 2 been. Nee. Ja. Dat ja. Is je stoertoon en je sleeptoon. En dat is hoeveel die Hollanders zullen tegen ons zeggen, jullie zingen zo. Dat komt er vandaan. Ja, ja. En daarvoor heeft Jan Noten ooit een boekje geschreven, De Chinezen van Nederland. Oh. Want voor zingen zo. Dat is deze betoningslijn. Dus deze lijn, dus ja. Dat is zo. Ja. Dat geeft dus ja. Allemaal het Limburgs aan. Anders dan het Noord-Franstalige en anders dan het Duitsstalige. Dus hoe komt dit dan vandaan? Hè? Dus dit stuk, hè? Ja. Dus hier zit Vermeer met Frans erin, hè, zoals ze ja. Hè, in de streek Ambras hebben. En ik weet niet welke dingen allemaal. Hè, en hier hebben we die Duitse klanken erin. En hier dit stuk. Komt dat dan toch van bovenaf of zo? Het is hetzelfde wie nu. We zitten allemaal onder Willem-Alexander. We gaan het toch plat. Ja, ja. En zo wordt het terug ook. Hè. Dat kost, hè, ja. Dan kun je in de kost wel Duits kallen. Maar het plat is... Ik denk maar als een bandjevinger van die oude Eburonen van Tongeren. Dat zou tamelijk ver op ons plat lijken. Maar dat zit dus ook binnen deze lijn? Ja, ja, dat is ja. Limburgs. Oh, ja. Oh, dat is... Ik ken voor zoiets terug gewoon wat de geschiedenis betreft. Wat destijds gesproken is, gaat dat door die eeuwen heen? Nee. Huh? De geschreven taal, dat begint de geschiedenis, hè? Ja. De geschreven taal. Ja. En nu is het zo dat in het blad weer toch nauwelijks geschreven. 1200, Hendrik van Veldeke, dat is de eerste. De Zode Maastricht en de Zode Ibi Hasselt. Dat is de eerste die in het Limburgs heeft geschreven. Ja. De Pruisen zeggen, oh, dat waren de Pruisen, maar het waren Limburger. En daar is het. En waarom zeggen de Pruis dat? Voelde dat toen ook weer voor een stuk onder een Duitse graaf of zo? Of, ja, ja. Of een hertogdom zo, of zo? Wie vier nog immer menen dat Karel de Grote een Hollander is? Ja, ja, ja. Dat is provincie Limburg. Hè. Ja, ja. Het ligt meer op een lerpel. Maar... Ja. En van hier uit, vanuit het grond vier immer wandelroutes maken. Dus hier. Op bladzijde 75, daar zien we dus de SJ-lijn, hè? En hoeveel... Help. Hier zo, dat zijn ongeveer langs de Maas. Ja. En dan bij Panningen, en dan daar
in Venlo. Aan deze kant zeggen ze S en aan die kant zeggen ze Sch. Ja. Als ik dan nu kijk hoe we gelopen hebben 14 dagen geleden. Hè? Ja. Dus dan hebben we eigenlijk om de 100 meter zijn we een ander taalgebied ingelopen. Ja. Ja, dan is te hopen dat we in de toekomst, als we dat weer door ons in de buurt lopen, dat we dan meer mensen tegenkomen. Hè? Want ja, we houden dus nu, we hebben toch één mevrouw gevraagd, hè? Mevrouw woont hier, ja, oh, ja. En die zei van ja, nog niet zo lang, pas 10 jaar of zo. Ja. Dus we moeten, maar de ene der wie dat standbeeld. Ja, van. Van Willem-Alexander, wat Willem-Alexander... Wat Herman Veugelers tekst meegemaakt. Ja, ja. In Obbig. Dat waren een echte, hè. Dus ja, dat ja. Waren... dus als... Even kijken hoe dat dan ligt. Dat ligt precies op de grens. Ja. Dus hè, volgens dit keert je dan nog aan de SJ-kant, hè. Aan onze kant, hè. Dus ja. Zeg maar aan de Nutterkant en zo. Ja. God, dat is... Dan moeten we in vervolg, als we die wandelingen uitwerken, moeten we het beukje metnemen of een kopie van het keertje. Want dat lijkt me erg leuk, joi. Om dan ter plekke, als ze in het einde komen, te vragen van, woont ze al lang hier? En, ja. En nu weet ze natuurlijk ook van, wat van woord voor hem kunnen vragen dat er een zeat en zo. Hè? Jo, dus dat we ook duidelijk huren van, oh, dat kan angst dan vier. Zo, dit wordt de eerste les van Limburgs Nicola en Jo. Ik hoop dat we het hebben kunnen laten zien van wie het Limburgs omstamming is en hoe het Limburgs vandaan komt. Maar meer nog, wie veel verschillende talen voor een Limburg hebben. Want kom voor een streek, dan kan ze angst als een kerkhoor en weer angst als een Midden- en Noord-Limburg. De volgende keer kon we leren schrijven. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende uitzending van Limburgse Les met Colla en Jo.